Ja, maar dat klinkt een heel stuk minder optimistisch dan jouw verhaal. Ik weet niet dat probleem aan stelt in de beeldende kunstwereld, maar dat ook meer individualistische wereld is en minder geconfronteerd wordt met organisaties. Dus er zijn een aantal kunstenaars, zeer interessante kunstenaars, die maken hun ding en die tonen dat, die proberen dat te tonen en hebben dezelfde moeilijkheden dan Belgische kunstenaars. Maar daar heb ik toch heel vaak horen zeggen dat mensen van Afrikaanse afkomst met name, of Aziatische afkomst, dat die opgepikt worden in de mate dat ze beantwoorden aan de exotische clichés die leven bij de recensies, bij de kritiek. Als zij gebruik maken van bepaalde elementen uit wat wij dan oriëntaals vinden, dan worden ze opgepikt. Als zij gewoon carrément abstracte kunst maken, dan zijn ze blijkbaar, hebben ze het veel moeilijker om ook hun plek te vinden binnen het wereldje van de beeldende kunst. Dat heb jij niet. Ik denk dat een cliché is vanuit de commerciële wereld. Mensen gelijk Sharif Benhalima. Dat moest het tegen hem zeggen, want hij zei een autochtone kunstenaar, die slaat gewoon uw wijzenpan in. Die zegt, ik ben een artiest. Mariam Naid is een schilder van Iraanse afkomst. Die figuratief schildert, dus die maakt dat ding. Mikitar Karabedian is van Armeense afkomst, die maakt zijn ding. En zijn taal. Dus dat probleem van het exotisme. Ja, misschien op Lignard, maar in denk iets serieus. Wat voor mijn mening ontbreekt, is dat de allochtonen zelf geen draagvlak hebben. Ik bedoel, je kunt pas aan kunst doen wanneer de allochtonen zich zouden organiseren. Dan heb ik het over een sociaal-politiek element. Dus voor mij is kunst een onderdeel van het maatschappelijke. Allochtonen zijn eerder bezig met werk te vinden, met te werken, met de primaire behoeftes, dan aan kunst te doen. Dus degenen die wel met kunst bezig zijn, die zullen voor een groot stuk afhangen van anderen. Dus ze hebben geen, ik denk dat een bank veel interessanter is dan een musea voor ons allochtonen momenteel om aan kunst te kunnen doen. Dat bedoel ik. Dus we hangen altijd af van anderen. En is er binnen de allochtone gemeenschappen voldoende draagvlak voor kunst as such? Voor theater of voor voor beeldende kunst? Er zijn heel wat mensen die bezig zijn met kunst, dat is waar, die dagelijks daarmee bezig zijn en die goed werk leveren. Maar je kunt het geen draagvlak. We zijn vandaag het jaar van de diversiteit. En sinds het jaar van de diversiteit is er heel veel geld losgekomen en hebben heel wat mensen dingen gedaan. En men zoekt nu naar acteurs, men heeft heel veel stand-up comedians nu, dat is fantastisch. Maar mijn vraag is dan, hoe lang gaat dat nog duren? Gaan die mensen dan echt zich ontwikkelen, gaan dat echt professionals worden? Of is dat maar tijdelijk, omdat het nu benoemd wordt als het jaar van diversiteit? Ik bedoel, er is geen draagvlak, dat bedoel ik dat mensen zelf, wij allochtonen zelf, dan heb ik het eerder ook over de groep Marokkanen en de Turken, die groep dan, want die hebben geen economische of politieke macht om dat te kunnen ontwikkelen of te kunnen onderhouden. Dus het zal toch voor een groot deel, je blijft afhankelijk van iemand anders. En dat vind ik in eerste instantie geen goede manier van werken. Ja. Oké. We moeten ook dit duo hierbij al reeds afronden.